Goedemorgen, middag of avond en welkom bij Krimi TV Kerbal Space Program. Allereerst heb ik eventjes wat missies gedaan off-camera om ervoor te zorgen dat we wat geld in het laadje hadden en dat we straks ook gelukkig al onze science kunnen spenderen. Dus ik heb weer een nieuwe satelliet in de ruimte gebracht en ik heb daarna ook nog Trace Kerman. Zoals je hier kunt zien, we hebben de Dynamite raket weer opgestart. En we hebben Trace Kerman hebben we gered van haar capsule in de ruimte en terug naar Kerbin gebracht. Zo, we hebben op dit moment Trace uit de orbit van de aarde gered en we hebben een satelliet in de lucht geplaatst om eventjes wat losse contractjes te kunnen voldoen. Op dit moment zal ik waarschijnlijk iets anders klinken dan dat jullie gewend bent. Dat kan ik uitleggen. Ik heb een nieuwe headset. Die heb ik getest in de livestream van afgelopen week. En ik hoop dat ik hem zo goed mogelijk heb afgesteld op dit moment. Laat me vooral weten in de comments. Pauzeer desnoods even de video, maar laat me weten in de comments of het beter is of slechter. Ik moet het zelf allemaal nog horen achteraf, maar we gaan op zijn minst één aflevering van deze serie en één aflevering van Prison Architect doen met deze headset. Gewoon eventjes ter vergelijkingsmateriaal. Hartelijk dank voor jullie begrip daarin. Nu is het dan daadwerkelijk tijd om een space station te bouwen. Maar allereerst, we hebben 1247 science. Laten we dat gaan spenderen. Even kijken, wat hebben wij allemaal nodig? Command modules is zeker geen slecht idee. Hiermee krijgen we namelijk niet alleen de grote service bay, maar ook de grote command pod. Ook de cupola module is hier fantastisch. Die willen we sowieso hebben. Advanced exploration geeft ons de mobile processing lab. Dit wordt de kern van ons space station en die hebben we zeker nodig. Precision engineering, niet zo echt nodig. Science tech is echter heel erg handig, maar bewaren we tot later. Evenals field science, het geeft ons een nieuwe science test. Net als external command seats, die zijn ontzettend cool, maar daar wachten we even mee. Advanced landing, niet zo heel erg interessant. Advanced aerodynamics geeft ons wel hele leuke koppelstukken, maar voor nu de grabber is ook heel erg interessant. Ik denk dat ik voornamelijk even zien, deze zijn zeker handig, deze puff monopropellants, spiders, sepatron, twitches, die zijn zeker handig. Mainsail is ook handig, maar het is niet iets dat we echt nodig hebben voor nu. Advanced fuel systems doen we echter wel vanwege de inline monopropellant tanks, die wil ik hebben. Large volume containment is fantastisch. Doen we nog niet. Advanced metalworks ook nog niet. Composites, nee. We zien, nee, niet echt nodig. Heavier rocketry geeft ons wel de mainsail en de twin bore. Die zijn fantastisch, maar hebben we eigenlijk gewoon nog niet nodig. We zien fuel cells zijn handig. Rechargeable battery banks. Gigantor XL Solar Arrays is zeker de moeite waard eigenlijk. Evenals bij Electronics deze Seismic Accelerometer en de Communitron 8888. Dit is een van de betere antennes die je kunt nemen. Even zien, wat zit hierin? Unmanned Tech? Nee, dat is niet zo heel erg interessant. Laten we met onze laatste science deze twee gaan kopen voor de Gigantor Solar Arrays. En voor extra science. Check. Science voor nu is zo goed als op. We kunnen nog deze erbij nemen. Gewoon voor de fun of it. Geeft ons wel very heavy rocketry. Zoals de Rhino en de Mammoth. Maar we kunnen hierna ook nuclear propulsion doen. En nuclear propulsion is zeker interessant. Voor nu. Dit is alles wat we doen voor nu. Laten we even kijken onze contract was Orbital Station Around Kerbin. Gaan we doen. We beginnen met het bouwen van een raket.
Het bouwen hiervan is zeker een interessant iets, want wij hebben nu de Mark II Command Pods. Hier kunnen 3 mensen in. Hij is relatief zwaar, 4 ton, plus het feit dat wij hier een science lab onder moeten plaatsen. Dit maakt het hele geheel wel erg zwaar om de lucht in te krijgen. Als we nu nog een keer even zien, wat willen we eigenlijk hebben? Utility, we gaan voor de standaard Clampertron docking ports en die gaan we vanaf nu af aan overal gebruiken. Zolang je 1 soort docking port gebruikt, zit je goed. Als je meerdere soorten docking ports gaat gebruiken namelijk, dan heb je dus het probleem, trouwens ik zie hier nog een probleem, deze crew hatch zit op een hele rare plek bij deze module en ik heb geen flauw idee waarom precies daar. Als we hem bijdraaien, dan wordt ons kompas ook heel erg awkward. Dus we laten het maar gewoon zo zitten zoals het is. We zullen wel gewoon van de ene naar de andere plek moeten gaan via EVA. Geen enkel probleem. Dit is onze... Even zien, waar is dat kreng? De Gigantor. Gigantor? Waar ben je? We hadden die gigantische solar array die we nu kunnen gebruiken. Dat zijn photovoltaic panels. Dat is een radiator. Waar hebben we deze? Is dit hem? Nee, dit is hem ook niet. Dit zijn thermal systems. Ik kan hem 1, 2, 3 niet vinden. Wat heel vreemd is. Jullie zitten nu waarschijnlijk te schreeuwen in jullie scherm. Van, daar is die! Daar is die! Maar, als hij hier is, dan zie ik hem niet. Oh, dit is hem. Dit zijn fantastische solar arrays. Even kijken. Als we hem hier zo op het raam plaatsen. 2 stuks. Dus we deze nu eventjes extracten. Kan ik dat doen? Nee, kan ik zo niet doen. Gek genoeg. Oké. Misschien bij deze? Nee, ook niet. Vreemd. Normaal gesproken kun je een preview krijgen. Misschien werken ze gewoon niet op deze locatie. Misschien wel hier. Ook niet. Nou, voor nu laten we ze wel even zitten. We vinden straks wel een mooie plek om ze neer te plaatsen. Voor nu de Death Egg, zoals ik hem besluit om te gaan noemen, gaan wij even kijken hoe willen we dit structureel oplossen. Hier kan 2 man in, hier kan 3 man in. Voor hoeveel is ons contract? Even zien. Ik heb, supporting at least 5 Kerbals. Dit is in principe genoeg. Dit is in principe genoeg. Even zien. New station that has an antenna, a docking port and can generate power. Nou, de antenne is ook geen enkel probleem, want we hebben nu een nieuwe Communitron 8888. En deze zijn geweldig. Als je de recensies op eBay moet geloven althans. Waar willen we deze plaatsen? Zullen we hier... We hebben er eigenlijk maar eentje nodig en die kan eigenlijk heel goed op de top. Alleen we zitten hier met die docking port die we nodig hebben om andere dingen aan vast te maken. Ik denk dat 2 stuks voor nu aan deze kant, dat dat wel goed is. Laten we het zo doen. Prima. Wat willen we nu in de vorm van science modules? We hebben natuurlijk wel science modules nodig. We moeten science kunnen verzamelen om dat te verwerken in het laboratorium. En dat zal ik straks allemaal uitleggen. Maar voor nu doen we het eerst even zo. Ik doe ze wel dubbel, want aan de andere kant van de science lab zit ook een uitgang. Hiervan ook een dubbele. Alhoewel, deze kunnen we misschien beter een keer 4 doen, gezien de... Of juist hier plaatsen. Hoe gaan we dat aanpakken? Dat is een hele goede vraag. Als we deze inderdaad keer 4 doen, dan zitten ze wel een beetje... Ja, zitten ze wel zo. We hebben ook een Science Junior nodig. Die kan het beste op de bovenkant. Zo, met deze docking port erbovenop. Het is misschien wat onaerodynamisch, maar het zou een goede oplossing zijn. Even kijken. We willen eigenlijk deze gemirrored maken. Wat bedoel ik daarmee? Eigenlijk wil ik aan beide kanten van deze wil ik een soortgelijk systeem hebben, zodat ik hier een RCS-module op de binnenkant kan plaatsen. Hier precies in het midden, omdat hij gespiegeld is. Deze RCS fuel tank zal ook nodig zijn. Dan wordt het deze, denk ik. Ja, dit is een hele goede fuel tank om te gebruiken. RCS is uiteraard voor je monopropellants. Ik weet niet of ik dat al een keer heb laten zien. Maar is zeker de moeite waard om eens naar te kijken. En hier kunnen we dan mooi...
de monopropellant engines op doen. Als we deze command pod nou hieronder steken, met daarop nog twee van deze, net boven het raampje. Hier zo ongeveer. Je kan het niet echt perfect spiegelen, maar dat hoeft ook niet echt. Hebben we gewoon de mogelijkheid om meerdere dingen tegelijk te versturen naar aarde. Daaronder weer een Science Junior ondersteboven met daarop wederom een Clampatron docking port. Check. Dit is volgens mij heel erg symmetrisch. Behalve dan het feit dat we deze... Ja, ik wil hem eigenlijk niet over de vlag plaatsen, maar volgens mij is dat ook net niet nodig. Als we het zo aanpakken. Deze dan keer 4. Of willen we deze enkel op deze hebben? Want die moeten we toch ophalen. Ja, weet je. Ik plant er hier 2. En vooruit hier ook 2. Dit wordt echt een gespiegeld dingetje. Dit wordt dan onze space station. En we zien, we hebben alleen nog geen manier om power op te slaan of vast te houden. En we zien, power zit hier bij utility. Wat is de beste rechargeable battery bank die ik heb? De grootste. De grootste is deze. Als we die nou nog bovenop de docking ports neerzetten. Check. Dan hebben we tenminste iets om power in vast te houden. Ik weet niet in hoeverre dit een succes gaat worden, maar ik ben heel erg benieuwd. Zo, en check. Awesome! Ik zeg, dit moet hem dan worden. Deze gaat de lucht in. Nou, kijk of ik die Gigantors nog weer kan vinden. Deze, ja, fantastisch. Deze plaatsen we dus op een locatie, mooi gecentreerd. Willen we hier 4 van, is even de vraag. Ik denk het wel. 4 van deze dingen. Nou hebben we nog action groups die we kunnen gebruiken. Als we nou een... En we zien, we kunnen nog geen group actions. We kunnen wel action groups via deze. Breaks zullen we in de ruimte niet nodig hebben. We kunnen natuurlijk ook even kijken, want we hebben flink wat geld. Custom action groups kun je krijgen. Deze moeten we even opslaan. Door de vehicle assembly building nog een keer te upgraden. Dus laten we dat gelijk even doen. Even kijken. Als we deze upgraden. Custom action groups available. Het kost ons wat. Maar dan heb je ook wat. En volgens mij hebben we dan meer dan genoeg geld over om de kreng in de lucht te krijgen. Plus we hebben unlimited maximum parts. Zo, kijk eens aan. Als we nu naar action groups gaan, kunnen we hier custom 1 kunnen we aanklikken. Zo, en dan zoomen we even in. Deze Gigantor solar panels, die doen we op toggle. Zo, dus als je op 1 drukt, dan slaan ze uit. Heel goed, fantastisch zelfs. Ik denk dat we deze maar de lucht in moeten gaan krijgen. Even zien, allereerst kijken we naar onze crew. We hebben scientists die in onze processing lab moeten gaan zitten. We hebben Bob, onze beste scientist. En we hebben hier Liafi Kerman of Thumpermoon. En we hebben, en we zien dat zijn toeristen. Die gaan niet mee. We nemen jou mee, Liafi. Wat hebben we ook nog nodig? Een engineer. En Valentina als de derde piloot. Tweede piloot trouwens, niet de derde. Eigenlijk hebben we die niet echt nodig. Nee. Nee, we gaan ook geen... Nee, we hebben Valentina nodig voor als we... Of willen we toch... Ja, dan hebben we wel alle oranje mannetjes in één space station. Die kunnen er allemaal mooi experience op doen. En als we naar de maan gaan, kunnen die er allemaal landen. Wat hebben we allerlaatst nog even nodig? Dat ben ik bijna vergeten. Ik denk dat het hier tussen zit. Of zit hij toch bij Command and Control? Deze zocht ik. We hebben hier deze monopropellant engines nodig. 4 stuks hier en 4 stuks hier. Waarom? Dan kunnen we deze craft een beetje bewegen als dat nodig is. Een beetje opzij of een beetje omhoog. Zonder dat we daar een specifieke engine voor moeten draaien, et cetera. Deze fly-by-wire avionics hub is heel erg handig. Gaan we echter niet gebruiken. Deze wordt altijd bemand door een piloot. Dus we hebben al een SCS module. De Space Tug echter. En alle andere modules die moeten connecten hiermee. Gaan we echter wel de lucht insturen met een fly-by-wire avionics hub. Willen wij ook nog reaction wheels? Nu ik erover nadenk, is dat verdraaide handig. Anders kunnen we voor geen meter draaien.
Kost wel weer stroom en extra geld. Maar dat ding is nog niet zo duur dat ik zeg van, nou, dat kunnen we niet betalen. Alhoewel, het wordt aardig prijzig. Goed, wat hebben wij nodig? Wij hebben nodig een apparaat dat dit de lucht in kan schieten. Ik denk dat deze voor nu wel aardig is. Misschien niet allesdekkend, maar we kunnen het op zijn minst proberen. En anders maken we hier gewoon een toevoeging aan, omdat die nog groter is. Ten slotte wil ik eventjes wat... Even zien, waar staat die structural? Wat struts toevoegen aan de bovenkant van deze. Even kijken. Waar hebben we de beste connectivity? Nee, alleen hier. Deze struts die gaan dan daar langs. Ik wil deze verbinden aan deze module. En ook vanaf hier. Zodat we een klein beetje wobble bij de lancering kunnen negeren. Zo. Goed. Dit zit. En ik denk dat we hiermee gaan proberen de lucht in te gaan. De Death Egg is klaar voor de lancering. Laten we eens even kijken hoe dat gaat. Onze staging heb ik niet eens naar gekeken. We hebben geen parachutes of iets dergelijks. Want we gaan dit geheel gaan we nooit weer terug naar de aarde halen. Hoe is onze staging? Die. Dan deze weg en dan uiteindelijk dit weg. Als deze zweeft. Ik hoop dat we zover komen. Ik hoop het echt. Ik denk het echter niet. Ik denk dat dit veel te zwaar wordt. Laten we het eens even gaan testen. We komen wel de lucht in. Dat is een voordeel. We komen de lucht in. En we zijn nog redelijk stabiel ook. Wauw. Ik hoop dat we hiermee orbit kunnen maken. We gaan het zien. We hadden bij lange na niet genoeg fuel om in de ruimte te komen. Dus laten we even kijken naar onze engines. We hebben de thumper, maar we hebben ook de kickback. De kickback is toch net eventjes iets groter. Laten we deze even iets hoger zetten. Keer 2. Zo, kijken of we die hier perfect kunnen plaatsen. Check. Staat aardig op de grond. Check. We kunnen worden gejettisoned naar de eerste stage. Check. Dopje erop. We kunnen deze advanced nose cones kunnen we hier aan plaatsen. En ook hier voor extra stability zullen we nog een keer een paar van deze toevoegen. Vanaf hier naar bijvoorbeeld hier. Check. Deze puntjes hier zijn niet meer zichtbaar als ik deze eraf gooi. En daarom begin ik met connecten vanaf hier naar daar in plaats van vanaf daar naar hier. Anders hou je wel deze zichtbare puntjes. Laten we dat nog een keer proberen. En we zijn los. En de start is al zoveel beter. We krijgen zoveel meer extra snelheid. We raken wel een klein beetje off course. En we willen wel eigenlijk een orbit hebben die recht gaat met de evenaar. Dus dit willen we wel een klein beetje corrigeren. Zo, als het geen probleem is met jou, is het geen probleem met mij. Zo, we kunnen een klein beetje overtippen. Geen enkel punt. Zo, en dan perfect over de evenaar gaan we lekker verder. Kijk eens aan. We gaan nu mooi snel. Misschien iets te snel. Ik hoop dat we deze snel kunnen jettisonen. We tippelen nog iets meer over. Het gaat me eigenlijk puur om de snelheid die we maken nu. Zo. Check. We gaan naar de 45 graden marker. Solid rocket boosters mogen eraf. En kijk ze gaan. Goed. Wij tippelen nog iets meer over. We gaan nu echt bijna plat. En we komen in de upper atmosphere. We hebben hier weinig last meer van atmospheric drag. Zoals je kunt zien, het gaat de goede kant op. Jongens, we gaan als een zonnetje. We gaan als een zonnetje dit keer. En we verliezen enkel heel veel snelheid. We zullen ook dit gewicht even lozen. We verliezen snelheid omdat deze ene booster het eigenlijk gewoon niet aan kan. Als we in de ruimte zitten zal dat meevallen waarschijnlijk. Maar ik hoop echter dat we daar komen. Dat is eventjes de grote vraag. Gaan we daar komen als we snelheid blijven verliezen? Oh, maar kijk, we krijgen alweer snelheid erbij. Fantastisch. Wat je nu kunt doen is deze Apple Apps aanhouden. Zo. We kunnen... Oh, we moeten wel iets meer stijgen nog. Kom op. Voorbij de 70, jongen. Voorbij de 70. Ik hoop dat we deze rondkrijgen. Dat hoop ik echt. Oh, ik denk dat we gewoonweg niet genoeg kracht hebben om dit voor elkaar te boksen. We zitten boven die 70. We moeten ervoor zorgen dat onze
apoapsis, dat hij niet te, ja, dat hij eigenlijk niet onder die T-40 komt. Hij moet eigenlijk een beetje stabiel blijven, zodat we deze orbit rond kunnen krijgen zonder enkele manoeuvres te gebruiken. Is natuurlijk ook een ware kunst. Laten we eens even kijken of we de solar panels kunnen bekijken. Ja, kijk ze gaan. Wat een fantastisch gezicht. Daar gaan onze solar panels. En we zitten in de ruimte. Fantastisch. Blijf kijken naar deze Kerbin apoapsis. Hij is nu min 50. We gaan daarop ietsje terug. Des te sneller deze klein wordt, des te meer je er eigenlijk aan moet doen om die tijd te verminderen. En de tijd verminderen doe je door hoger te gaan in plaats van meer plat. Deze wil je eigenlijk stabiel hebben zo rond de 45. Dan maak je een mooie... Oh, kijk, 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 47. Ik hoop dat we dit kunnen trekken met deze spacecraft. Ik ben bang van niet. Ik ben bang dat het hem net niet wordt. Als het nog een keer fout gaat, zal ik enkel laten zien wat ik veranderd heb aan de raket. En dan zal ik laten zien of we een orbit hebben gehaald, ja of nee. Nee, we hebben gewoon veel meer oomf nodig om dit voor elkaar te boksen. Ik denk dat ik een nieuwe stage moet maken en dat is een heavy stage. Ik denk dat we het maar gewoon houden bij deze manier van opstijgen. Is jullie ongetwijfeld bekend. Een paar staven dynamiet eronder. Een brand adapter. Een hele knal met fuel met 8 van deze engines eronder. En dan zijn we er eindelijk. Ik denk dat dit moet gaan lukken. Na heel veel keren is het me niet gelukt om dit in de lucht te krijgen. Dus ik heb hem simpelweg simpeler moeten maken. We hebben nog steeds de command module en de space lab met de zonnepanelen en de comm modules. Ik heb ze toch maar hier op het raam geplaatst. Zo gecentreerd als dat ik het maar mogelijk kreeg. Hier een brand adapter in plaats van een nieuwe command module. Want die zijn veel lichter. Docking ports eronder. En dan wel gewoon deze eronder. Voor het lanceren. Maar ja, dingen zoals de RCS-ports, etcetera, etcetera, dat moet maar gewoon wachten totdat we modules kunnen toevoegen. En modules toevoegen, dat gaan we ook zeker doen. Maar laten we eerst dit ding in de lucht krijgen. En kijk dan hoeveel makkelijker dit gaat zonder monopropellant, zonder RCS-thrusters en zonder reaction wheels. Ja, het is niet geweldig. Moet ik toegeven. Hier zitten ook reaction wheels in, maar niet zulke geweldige. Ze doen het echter wel. Prima. We kunnen nu ook, nu we in upper atmosphere zijn, als het goed is, zonder al te veel moeite de solar panels deployen. Voor dat kleine beetje extra energie. En kijk, daar gaan ze draaien bij en bam, we zitten zomaar vol met energie. Misschien was 4 hiervan ook wel te veel. Maar het is in ieder geval wel genoeg. Al helemaal als we gaan processen, want dat is een duur proces. Ja, ik kan er geen ander woord voor bedenken. Goed, laten we deze in orbit zien te krijgen. Kijk, we hebben heel veel fuel over. We gaan tot ongeveer 85.000. We houden hem even stil. We blijven onze retrograde. Ja, we klikken hem vast op de prograde, bedoel ik niet op retrograde. En we gaan straks gewoon langzaam bijthrusten om deze zo ongeveer op 30 seconden vast te houden, zodat we niet te veel fuel verbruiken en toch een mooie ronde orbit kunnen krijgen. En daar gaan we, kijk eens aan, deze keer, ik heb er een goed gevoel over, we gaan hem denk ik rond krijgen. Oh, we kunnen iets gas bijgeven, want daar gaat onze apoapsis, hij schiet er vandoor. Dus even kijken of het ons lukt. We wachten gewoon eventjes totdat we weer richting die 30 zijn, dan schieten we de engines weer terug omhoog. Kijken of we deze rond kunnen krijgen. Orbit hebben we al binnen, dat scheelt. Nu hoeven we enkel nog onze laatste fuel te gebruiken om de, ja, om ongeveer 100 kilometer bij 100 kilometer te krijgen. Dat vind ik persoonlijk een hele fijne afstand. En kijk eens aan, langzaam maar zeker komen we bij dat magische getal. Dus we telkens een heel klein beetje thrust toevoegen. Dit is echt een geduld kwestie, wil je een mooie perfecte orbit maken. Dit is echt een geduld kwestie. Je moet heel dicht bij de apoapsis komen. Maar niet te dichtbij, want dan schiet je er weer overheen.
En je moet je apoapsis en periapsis tegelijk in de gaten houden. Dit is vlak bij de 10. Kijk, dat gaat alweer iets te snel. En dat was maar een heel klein beetje thrust. Hier gaat echt geduld bij komen kijken. We kunnen deze omdraaien eventueel. Deze tot 100 brengen. Oeh, dat is ietsje te ver, maar het ziet er fantastisch uit. Met de laatste fuel gaan we hem recht trekken. En daar is die dan. Zowaar perfect. We kunnen dit laatste beetje fuel wat hierin zit, we kunnen hem voor nu laten zitten. Maar we kunnen hem eigenlijk net zo goed weggooien. Het is, hoeveel is het? Het zijn wel 411 units liquid fuel. Ik denk dat we dit er voor nu aan laten zitten. SCS doen we gewoon keurig uit. En de motors zouden eigenlijk ook uit moeten gaan. Doe ik voor nu niet. Wat we gaan doen is, we gaan een space tug met nog een paar modules gaan we de lucht insturen. Een tug is in principe niks meer dan een module die ervoor zorgt dat je andere modules kunt verplaatsen. We hebben ook aan beide uiteindes hebben we iets nodig om dit geheel zeg maar uit te kunnen breiden. Dus we kunnen hier bijvoorbeeld een module aanstappen met een fuel tank met daarop weer 2 of 4 docking ports. Wat betreft zonnekracht zitten we wel even goed. We hebben het contract ook binnen. Orbital Station around Kerbin, geld voor gekregen. Nog even vlug, wat doet het Science Lab? Laat ik eens een crew report doen. Die ken ik al, deze crew report. Dus keep data heeft voor mij weinig zin. Maar ik kan wel process in lab module. Dat geeft mij 6 data. Je ziet hier even een balkje van vooruitgang. Zo. En die data die kun je dan... Nou, we doen wel transmit in dit geval. Heeft weinig nut, maar vooruit. We hebben hier een schotel die deze informatie verstuurt naar Kerbin. Net de verkeerde kant op, maar goed, vooruit. Verstuurt hij terug. Not enough electric charge. Oké, nou dat kunnen we zo verhelpen door hier naartoe te gaan. Kijk eens aan. En we zitten vol met electric charge. Deze gaat weer keurig dicht. Fantastische graphics ook. Ik ben dol op die dingen, echt waar. We kunnen met 1 druk op de knop, letterlijk door op 1 te drukken, kunnen we deze in en uithalen. Maar we willen ze eigenlijk voornamelijk uit hebben staan. Er zijn enkele gevalletjes dat je te dicht bij een atmosfeer komt, dat je ze wil trekken, want anders kunnen ze kapot gaan door de atmosfeer. Voor nu laten we dit eventjes lekker zo zitten. Eventjes richten op de prograde, zodat we in ieder geval voor nu... Zo, en daarna op Stability Assist, zodat we altijd recht op de zon wijzen. Want we wijzen nu met de prograde zo goed als recht op de zon. Zo, Stability Assist, fantastisch. Maar goed, die data die zit nu dus hier in het lab. En het zou ervoor zorgen dat we 0,0567 science per dag hebben als we hier naar gaan researchen. Nou, dat is natuurlijk helemaal niks, maar je snapt wel dat als Jebediah Kerman een EVA doet... Een report geeft. Kerbin Deserts EVA. Had ik nog nooit gehad. Die dat ook even kijken. Review stored data. En die dat ook in het Science Lab neerplaatst. Daarna kunnen we deze transmitten. Want het is 100% voor een EVA. Check. Transmit. Maar nu zitten wel 16 science hier in het lab. En dat zorgt ervoor dat we 0,15 science per dag krijgen. Nou, dit... Gaat zo maar door, des te meer EVA's je doet. We kunnen nu als het goed is nog wel een keer EVA, want we zitten nu waarschijnlijk alweer over een ander biome. Kerbin Shores, we doen weer board. We doen weer review stored data en we voegen nog een keer 10 data toe in het lab. Zo kun je doorgaan tot je uiteindelijk gewoon 1 of 2 science per dag verdient. En dan kan het Space Station gewoon rondjes blijven draaien. Zo, die kunnen we transmitten. Deze transmitter die trekt al enorm veel power in één keer, maar onze solar panels pakken het ook wel weer op. Dus dat is heel fijn. Maar goed, dat soort dingen. Dit zal Kerbin Water zijn. Ja, check. Keep data. Board. Review data. Ook weer in het lab voordat we het terug naar aarde sturen. En op die manier kun je heel veel science vergaren. We gaan nog een lander maken met alle andere science types erop. Die gaan we hier ook allemaal testen natuurlijk. Transmit. Huppakee. Nou, en zodoende kun je heel veel science verzamelen, maar ook verwerken. Dus als we hier nu, hier 0,3 science per dag. Dus als we hier start research doen, zullen onze scientists hierop gaan werken. Doen we echter nog niet, dat is eigenlijk een beetje zonde. Alhoewel,
Weet je wat, we starten hem gewoon. Kan mij het schelen. Heeft wel continu power nodig. Een lab dat science aan het verwerken is. Dus denk daaraan als je dit laat branden over een tijdje. Goed, dat is voor nu wel eventjes genoeg. We draaien nog één keer zo naar de prograde met een stability assist van 4. Ik denk dat we wel iets kunnen bijdraaien trouwens, want dit is toch iets te ver. Had ik nu maar reaction wheels, want dit duurt enorm lang. Goed, jullie snappen het idee. Kijk, iets te ver. Bijna perfect. Zo. Kijk eens aan. Oh, goed, dit is dus de Death Egg, onze space station om Kerbin heen. We hebben modules nodig voor de Death Egg. We hebben uitbreidingen nodig. Wat willen jullie zien dat ik de lucht instuur? Zouden jullie graag zien dat we meer man kunnen ondersteunen? Dat we het helemaal volbouwen met mensen? Of zien jullie graag dat we hier meer science kunnen doen? Zullen we een lander toevoegen voor andere planeten? Lijkt me sowieso geen slecht idee. Misschien een fuel unit, zeg het allemaal maar. Ik wacht op jullie commentaar. En zoals ik eerder gevraagd heb, laat me ook even weten hoe deze headset is. Ik zeg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer bij Krimi TV.